Nu we de geheime portal hebben geopend, gaan we door de portal naar binnen. Waar het nog maar de vraag is wat we gaan vinden. Ik zeg portal, het is geen portal, het is een archway. Maar daarbinnen is iets te vinden. Maar wat? We gaan het meemaken. We gaan hier naar beneden. Het lijkt een watergebied te zijn. Daar links zie ik... Ik zie weer zo'n kikker daar links. Ja. En we hebben al zoveel van die kikkers verslagen. En hier is weer zo'n kikker. Het aantal kikkers in deze game... Ze blijven maar komen. Oh, mijn kopstoot is mis. Dat is vervelend. Die kopstoot is altijd wel goede damage. Het is een vuurkikker. Met lijpe vuurattack. Even transformeren. Wat? Doodgeprikt. Nou, weer een kikkerbos verslagen. Tadpole material. Nou, dan zijn we in een nieuw gebied. Er komt hier een filmpje. Ik zie een toren. De toren geeft licht. Ik lijk te worden geteleport door deze toren. Obsession heet die toren. Zie je dat? Obsession. Bishui Cave. En we zochten de Bishui Beast. En ik ben nu in de Bishui Cave. Stiermannen. Stiermannen. Het grote zwaard. Leveltje up. Kunnen we investeren in smash attack. Die kant kunnen we niet op. Die pakken we aan. Even kijken, nu hebben we die kikker nu verslagen. Dus ik moet even een save pointje pakken. Kan ik hier naar beneden? Nee, dat is een ravijn. We zijn in een nieuw gebied, dus er moet hier wel een save pointje zijn. Ik kan niet anders. Een stier met knotsen. Auw. Dat is 1. En dat is 2. En dit is een kist. Septenary Heartfire Pill. Klinkt weer geweldig. Daar kan ik in. En hier kom ik vandaan, dus ik moet daar in. Dit is een soort tempeldeur. Kunnen we hier ook nog in? Nee, ik zal deze tempeldeur in moeten.
Aan de overkant zie ik een enorm, een soort plein. Oh, hier is ook een save point. Op dat plein zal wel wat gaan gebeuren. We hebben de kikker verslagen. Dan gaan we hier weer saven. Make medicines. Dat is natuurlijk die nieuwe pil die ik net gevonden heb, ja. Instantly reset cooldown for all spells. Nee, weet ik wel maar. Waarom niet? Even rusten. En dan gaan we in de volgende video naar het volgende stuk. Dus graag tot dan. Joejoe.